Hoewel het merendeel is verdwenen, vind je op Schouwen-Duiveland en vooral Walcheren nog veel buitenplaatsen. Landhuizen met gigantische tuinen. Vanaf de 17e eeuw gebouwd door de Zeeuwse elite. Het Buitentorenvliet bij Middelburg is hier een mooi voorbeeld van. Dit is Torenvliet, typisch voorbeeld van een Zeeuwse buitenplaats. Prachtig op pronk gericht, gebouwd begin 18e eeuw, rond 1720 ongeveer. En in 1754 nog uitgebreid met een groot achterhuis eraan vast. Echt een duidelijk statement van hoe men in de 18e eeuw zijn rijkdom besteedde hier op Walcheren. De regenten, de bestuurders van het gewest Zeeland, waren in de 17e eeuw een steeds rijkere, maar gesloten groep geworden. Om zich af te schermen en hun rijkdom te etaleren, schaften velen van hen een buitenhuis op het platteland aan. Dat gebeurde op Schouwen-Duiveland, op de Beverlanden, maar vooral op Walcheren. Buitenplaatsen werden eigenlijk vanaf het eind van de 16e eeuw gebouwd. Dat heeft te maken met het einde van de 80-jarige oorlog. Toen had men weer een gerust gevoel dat ze weer konden investeren. De handel ging heel erg bloeien, de zeevaart ging heel erg bloeien. En rijke regenten en kooplieden gingen dat investeren. En dat investeerden ze in boerderijen die ze verbouwden tot buitenplaatsen. En natuurlijk het liefst dicht rondom de steden waar het meeste geld verdiend werd. Middelburg, Vlissingen. En daar werd het landleven gevierd. In de zomer woonden ze hier op de buitenplaatsen. Er werd thee gedronken, er werd gemusiceerd, er werd getuinierd. De rijke families genoten er dan van de rust en natuur, compleet met personeel. Weg van de drukte, stank en herrie van de stad. Jacob Cats, stadspensionaris van Middelburg en beroemd dichter, schreef op zijn buitenplaats de Munnikehof bij Grijpskerke: "Ik schouwde stadsgewoel en koos het eenzaam veld, want daar was toen ter tijd mijn wezen naar gesteld." Op Schouwen-Duiveland werd het gebied boven Zierikzee een verzamelplaats voor buitenplaatsen. In het bosrijke buurtschap Schuddebeurs vinden we ook nu nog een hoge concentratie buitenverblijven. Schuddebeurs was al sinds het midden van de 18e eeuw aantrekkelijk om daar een buitenplaats te hebben en om daar makkelijk vanuit Zierikzee op de zandgrond waar bosbouw en fruitteelt kon plaatsvinden, daar aan te komen bij een tamelijk bescheiden landhuis, want het was niet zo groot als op Walcheren. En het buitenplaatsengebied strekte zich uit van de grens met Zierikzee tot aan de grens met Zonnemeerre. Maar alleen hier is een groter restant van de cultuur met de buitenplaatsen overgebleven. Blijkzicht is een buitenplaats met een interessante benaming. Blijk is dan de blekerij die hier heeft gestaan tot omstreeks 1800. Daarna heeft men het omgevormd tot alleen maar een buitenplaats. En tot op de dag van vandaag heeft het heel erg nog een buitenplaats karakter. De tuin doet nog heel landschappelijk aan. En dat is zoals de buitenplaatsen er in de 19e eeuw uitzagen. Rondom de buitenhuizen werden dus enorme tuinen aangelegd, steeds aangepast aan de laatste mode. In de 17e eeuw en in de eerste helft 18e eeuw had je voornamelijk echt geometrische tuinen, dus kaarsrechte lanen, alles gericht eigenlijk op het evenbeeld van God. Het perfecte beeld moest dat zijn. Gods natuur was natuurlijk perfect, die was geometrisch. En aan het eind van de 18e eeuw zie je dat veranderen onder invloed van de romantiek. Dat houdt eigenlijk in dat steeds meer het landschap gewaardeerd werd. En dan krijg je dus ook slingerpaden. In plaats van strakke rechte vijvers krijg je gebogen oeverlijnen. Een heel ander beeld wat daarbij ontstaat. Omdat Walcheren in die tijd bijna 300 buitenplaatsen telde, met allemaal een enorme tuin, werd het eiland ook wel de Tuin van Zeeland genoemd. Een groot deel van de buitenplaatsen werd begin 19e eeuw afgebroken. De grond werd verkocht aan boeren. Torenvliet ontsnapte aan dat lot. Maar werd in de oorlogsjaren gevorderd door de Duitsers, die hier een hoofdkwartier van de Atlantikwal vestigden en in de tuin tientallen bunkers aanlegden.
In 44, 3 oktober 1944, zijn de dijken gebombardeerd door de geallieerden. En toen heeft heel Wolcheren ruim een jaar lang in zout water gestaan. Toen is de hele parkaanleg van Torenvliet is eigenlijk verloren gegaan. Die bomen zijn een jaar lang in zout water staan, dat is het einde verhaal. En na de oorlog is het park weer opnieuw ingeplant door de landschapsarchitect C.P. Broers. Een Zeeuwse landschapsarchitect die heel veel in de wederopbouw in heel Nederland gewerkt heeft. Waar Broersen de bunkers aan het oog wilde onttrekken, werden ze bij de herinrichting van Park Torenvliet onlangs juist weer zichtbaar gemaakt. Het huis wordt tegenwoordig niet meer bewoond. En dat geldt voor veel buitenplaatsen. Er wordt nu vaak kantoor gehouden. Er huist een zorginstelling of het is een hotel. Zeeland telde in de 17e en 18e eeuw veel buitenplaatsen. Ze bepaalden mede het aanzicht van Walcheren en Schouwen-Duiveland. Het buiten Torenvliet bij Middelburg is daar nog steeds een mooi voorbeeld van.